4-2 verliezen van AZ. Dat is pijnlijk als je Feyenoord hart hebt. Ja. En weet je wat nog pijnlijker is? Dat je geen uitzicht meer hebt op de tweede plaats. Dat is pijnlijk. En weet je wat nog veel pijnlijker is? Ja, en daar komt hij. Want in Amsterdam zitten ze zo, hè? Die Ajaxiden. Die zitten te handen wrijven, want die weten nu gewoon. Ja, die Feyenoorders. Feyenoord heeft ons nodig. Want als Ajax de beker wint, ja, dan heeft Feyenoord misschien een kans, als ze derde nog worden, op Europees voetbal. Op de Europa League. Want daar gaat het dan om natuurlijk. Want daar wil Feyenoord voetballen. Dus dat weten ze in Amsterdam. En die hebben een lol met z'n allen. En een plezier. En aan de andere kant, jongens, de Feyenoorders in Rotterdam en de Feyenoorders in het land. Ja, die worden hier helemaal strontziek van. Dat is bijna niet voor te stellen hoe erg dat is en hoe pijnlijk het is. Dat een Feyenoorder afhankelijk moet zijn van Ajax. Want nu moeten ze dus, ja, of je nou wil of niet, nou moeten ze hopen dat Ajax de beker wint. Dus woensdag moeten ze, en dan zitten ze naar de tv te kijken, Heerenveen Ajax, en dan moeten ze bijna gaan juichen voor Ajax, in de hoop dat Ajax maar de beker wint. Nou, dat is het ergste, echt het allerergste wat je een Feyenoorder aan kan doen. En dat is er nu aan de hand. Feyenoord heeft zichzelf in die situatie gemanoeuvreerd. Dat wij, Feyenoorders, dat we hierin terecht zijn gekomen.